Mijn naam is Tom Jess en samen met mijn gasten mag ik u in het komende uurtje alles gaan vertellen over dat innovatiekrediet. We zijn met velen vandaag, dus dat stemt ons vrolijk. Dank alvast voor uw aandacht op dit moment en uw belangstelling. Voordat ik u ga voorstellen aan mijn gasten en ik u ook ga vertellen van hoe u kunt deelnemen aan ons webinar vandaag, laten we eerst eens eventjes kijken naar het programma van vandaag. We hebben sheets bij ons en die zullen we in ieder geval laten zien, ook op de momenten dat er bijvoorbeeld informatie is die interessant is om met u te delen. De agenda, die ziet u als het goed is hier voor u. We beginnen zo meteen met de verschillende regelingen die er zijn rondom het innovatiekrediet. Hoe zit het bijvoorbeeld met de quickscan? Daarna gaan we in op een aanvraag indienen. Hoe gaat dat? Wat komt daar allemaal bij kijken? We zullen u ook wat inzicht geven in de adviescommissie. Dan is de beheerfase ook een heel belangrijk onderdeel. Dat hebben we ook als apart kopje opgenomen in dit webinar. Die aanvraag is goedgekeurd. Wat gebeurt er dan? Daar zult u misschien ook wel vragen over hebben. En tot slot hebben we, zoals wij dat dan noemen, de afsluitende fase. Dat wat nog ter tafel komt, de rondvraag zo u wilt. En daarin is ruimte om eigenlijk alles wat er nog niet besproken is, om dat daar te vragen. U weet waarschijnlijk dat er uiteraard ook hier een chatfunctie is. Er zit een heel team klaar achter de schermen om uw vragen in ieder geval binnen te halen. Wellicht ook al te beantwoorden. En de vragen die dusdanig vaak gesteld worden of die misschien nog niet besproken zijn, die worden ook doorgestuurd zodat we ze hier in de studio kunnen bespreken. Dan hebben we ook een polvraag voor u. Dat is eigenlijk een vraag namens ons als organisatie voor u. Eigenlijk heel simpel om gewoon eens eventjes te kijken van wie is er nu onder, volgens mij de ruim 100 kijkers die er zijn. Die poll die kunnen we nu in het scherm zetten. U kunt gewoon op de opties klikken en dan kunt u uw antwoord geven. Dan zien wij wie u bent. De vraag is ook heel simpel dus. Wie bent u? Onder welk kopje schaart u zichzelf? Laten we eens eventjes kijken. De stemmen die komen binnen. Is voor ons natuurlijk leuk om te zien hè, van wat voor mensen zitten daarbij. Ik zie dat startups in de meerderheid zijn op dit moment. Daarna volgen in ieder geval redelijk gelijk op het scale-ups en het intermediair. En dan zie ik ook dat financiers bij ons zijn. U ziet als het goed is zo meteen de uitslag ook. En we hebben ook het groot bedrijf. Dat is wel de kleinste categorie op dit moment. En dan is er nog een categorie anders. Daarvan weten we uiteraard niet wie in die categorie zitten. Maar daar mag u misschien in de chat wat meer aandacht voor geven als u dat wilt. Dan stel ik voor dat we naar de gasten gaan die u misschien al heeft zien zitten. Bij mij hier in de studio in ieder geval René Kamphuis. Ik kom zo meteen bij Elisabeth, maar ik begin eventjes bij jou René. Zou jij willen vertellen wie je bent en wat ook jouw relatie is met het onderwerp van vandaag? Ja, zeker. Dank je Tom voor de introductie. René Kamphuis, ik werk bij RVO in het team MKB-financiering. En ons team heeft zich gespecialiseerd in het advies geven over alle financiële regelingen die bij de overheid beschikbaar zijn. En omdat we een vrij brede blik hebben op dat instrumentarium, is ons ook gevraagd om voor een aantal regelingen, waaronder het innovatiekrediet, ook de quickscans uit te voeren. Precies, belangrijk onderdeel. Dat gaan we zeker zo meteen nog terug zien komen. Fijn dat je er bent, René. En we gaan zo meteen verder praten. Eerst naar Elisabeth Schles. Stel jezelf even voor als je wil. Dank je. Mijn naam is Elisabeth Schles. Ik werk bij het innovatiekrediet al wel 11 jaren, een lange tijd. Ik ben daar met name betrokken bij de klinische projecten. Want je hebt daar een klinisch luik en een technisch luik. Daar komen we later nog op te spreken. En dat zijn toch vaak wat verschillende manieren wordt daar naar gekeken. En ik doe dus met name die klinische, maar ook wel technische. Fijn dat je er bent. We hebben ook gasten die bij ons zijn vandaag op afstand. Dus niet in deze studio, maar elders. Een van die mensen is David Bego. David, welkom. Goed dat je er bent. Stel jezelf even voor als je wil. Goedemorgen Tom. David Bego, bedrijfseconoom van origine. Lang in het financieringslandschap werkzaam. Waarvan inmiddels 8-9 jaar als adviseur voor het innovatiekrediet ook. Fijn dat je er bent. Laten we afspreken, David, je bent natuurlijk op afstand. Maar mocht jij vanuit jouw functie de gelegenheid zien om te reageren of iets aan te vullen, dan doe dat gerust. Dat geldt overigens ook voor jullie en ook voor iedereen thuis. Hè. Mocht je aanvullingen hebben of vragen, stel ze dan gerust. Misschien is het goed, René, dat we gewoon even bij het begin beginnen. Dan halen we ook de sheets erbij. We kunnen dat eventjes bekijken, want er zijn natuurlijk verschillende regelingen van vergelijkbare aanvragen. Maar we willen vooral ook eventjes duidelijk hebben van oké, als het gaat om innovatiekrediet, wat is er dan allemaal waar je uit kunt kiezen? Ga je gang. Ja, RVO heeft voor innovatieve ontwikkeling een aantal verschillende instrumenten.
En op deze sheet die nu in beeld is, zien we deze instrumenten eigenlijk in de periode van ontwikkeling op de horizontale balk neergezet. En dat betekent dat bijvoorbeeld, wat je helemaal onderaan ziet, de WBSO, dat is de Wet op Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk, is een fiscale maatregel. Die kun je eigenlijk tijdens alle ontwikkelingsfasen aanvragen. Deze regeling geeft korting op de loonbelasting voor de uren die je besteedt aan R&D in je bedrijf. En die mag je ook gewoon combineren met alle andere regelingen. Want dit is een fiscale maatregel, het is geen subsidie. Dus het heeft geen invloed op de hoogte van bedragen die je in andere instrumenten opvraagt. De eerste die dan bovenaan staat is de vroege fasefinanciering. Die begint echt bij een idee. En die loopt eigenlijk door tot een proof of concept. En dat is een soort eerste prototype wat nog niet alles kan. Die wel iets kan laten zien van wat er technisch mogelijk is in zo'n prototype, maar wat nog niet een marktrijp product is. En dan zie je eigenlijk meteen al een beetje een overlap met het innovatiekrediet, want dat begint bij een proof of principle. En dat is dat je het werkingsprincipe aantoont. En dat mag bijvoorbeeld op een houtje-touwtje model, wat je op je zolderkamer hebt ontwikkeld, mag je dat aantonen. Misschien voor de duidelijkheid eronder staan, het staat eronder klein bij POP. POP, ja. Proof of principle en proof of concept. Dus daar zit een klein beetje overlap in. Maar het innovatiekrediet kan je in principe ook al vrij vroeg inzetten en loopt dan tot het eerste vermarktbare prototype. Dus dan ga je echt met je toepassing of uitvinding de markt op. Daarna heb je een aantal mogelijkheden op financiering vanuit bijvoorbeeld de seedregeling. Dat is een regeling waarbij of business angels of participatiemaatschappijen een fonds mogen oprichten van waaruit ze dan weer investeringen kunnen doen in bedrijven. En dat zijn dan altijd bedrijven die bezig zijn met techniek en die niet langer dan 5 jaar bestaan. En dat zijn belangrijke dingen daar. Ja, zeker. En die, dat zie je ook, er zit ook een klein beetje overlap weer met het innovatiekrediet. Die kun je gebruiken eigenlijk voor het laatste stukje ontwikkeling en vervolgens de hele marktintroductie en groei daarin. En als je dan wat verder bent, dus echt omzet en winst maakt of begint te maken, dan kun je bijvoorbeeld van de borgstellingsregeling, de garantieregeling, het BMKB of de groeifaciliteit en de Go gebruik maken om bijvoorbeeld bij een bank financiering aan te vragen. Precies. Dus dit is een belangrijk plaatje, want hier kun je dus eigenlijk in zien, en dat is straks ook allemaal op internet terug te kijken, maar waar in ieder geval een beroep op gedaan kan worden. Nou is de naam van dit webinar, maar ook van het krediet, innovatiekrediet. Betekent dat dan ook dat alle innovaties in aanmerking komen voor dat krediet? Nee, dat is inderdaad niet het geval. Het gaat met name over technische en klinisch risicovolle projecten. En het onderscheid zit een beetje in, bij technisch gaat het duidelijk over techniek. En dat heeft je project een duidelijke technische, moeilijke component. Dus er worden technische risico's opgelost. En hoe doe je dat? Dat doe je met bijvoorbeeld experimentele ontwikkeling. En dat is dus iets anders dan wanneer je iets kunt engineeren, hè, dus iets kunt uittekenen en kunt berekenen en daarna gaat bouwen. Dat zijn activiteiten die we hier niet mee kunnen financieren. Precies. Misschien kunnen we, je hebt al een klein voorschot gegeven op het antwoord, maar misschien kunnen we ook aan u thuis vragen of op kantoor om daar eens in mee te denken. We hebben namelijk weer een kleine poll voor u met de vraag, wat kan er nou gefinancierd worden met het innovatiekrediet? Die mag u eventjes invullen. Die ziet u staan, wat kan gefinancierd worden met het innovatiekrediet? En u ziet daar de verschillende multiple choice antwoorden, ziet u daar staan. Kunnen wij ondertussen misschien nog even kijken naar die verschillen die daar zijn? En dan kijken we straks ook even naar de uitslag van de poll. Ja. Want wat is belangrijk om daarbij in de gaten te houden bij die verschillen? Ja, het gaat dus echt over technische risico's, hè, het oplossen ervan in je project. Bij klinisch gaat het over projecten waar klinische trials aan vooraf gaan. Hè, dus waarbij het project ook in de mens moet worden getest. En dat noemen we dan ook klinische risico's. Dat zijn dus ook risico's die te maken hebben met het feit dat je bijvoorbeeld medicijnen moet gaan uitproberen of
iets wat de huid- of de bloedbaan doorgaat, wat ja, ook weer navenante risico's kan hebben. En bij technische risico's zie je met name dus dingen voorbij komen die nog nooit eerder zijn gedaan, waardoor je ook niet weet of iets zou kunnen werken. Ja, en bij die poll hebben we dus een aantal van dat soort projecten in een plaatje gezet. Precies, kunnen we even erbij pakken. Dat is dit plaatje. We zien A, B, C of D. Ja, misschien nog een kleine toevoeging hierop. Hè, want het is misschien niet heel duidelijk wat het nou precies is. A is een mineraal dat heet olivijn. Daar kun je CO2 mee uit de lucht halen. Dat is een toepassing die je zou kunnen bedenken voor het innovatiekrediet. Plaatje B is een reinigings- en desinfecteermachine voor tandartsapparatuur die dat heel snel kan doen. Plaatje C is een platform voor de verkoop van tweedehands planten. En plaatje D is een toepassing waarbij een bio-afbreekbaar medium met hormonen gebruikt kan worden om botten die gebroken zijn weer heel snel aan elkaar te laten groeien. Precies, en dan is natuurlijk de vraag, wat kan Welke worden? Kunnen Jij gefinancierd mag worden? Geven. Ja, nou, in dit overzichtje zijn B en D de projecten die met innovatiekrediet zouden kunnen worden gefinancierd. Oké, nou B is inderdaad door de meerderheid gekozen. D is ook wel door een aantal van u gekozen, maar niet door de meerderheid. Ik zie dat na B A volgt als in ieder geval de variant die dan aangegeven wordt. Oké. Interessant. Ja, je zou denken, zeker omdat het natuurlijk heel relevant is, hè, CO2 uit de lucht halen is natuurlijk fantastisch. Dat is het ook. Alleen dit is nou niet een project wat technisch heel erg risicovol is. En want dit is eigenlijk een mineraal wat in de aardbodem beschikbaar is en kan gewoon gedolven worden. En als je dat dan vervolgens uitstrooit over een terrein, en er kunnen wel wat omstandigheden zijn die van toepassing zijn, die beter zijn of slechter zijn voor de opname van CO2, maar dat werkt gewoon. Dus daar hoef je niet echt veel meer aan te ontwikkelen. Nu is dit natuurlijk een poll, hè? Leuk voor dit webinar om eventjes te toetsen ook wat jij zegt. Maar dit zou je ook natuurlijk voor je eigen innovatie al kunnen toetsen. Hè? Je zou natuurlijk ook kunnen kijken, wat heb ik, waar past dat binnen en kom ik in aanmerking? Dat scheelt je denk ik wel wat tijd en je hebt eerder antwoord op je vraag. Ja. Het is natuurlijk mooi dat bij deze plaatjes ook allemaal bedrijven horen. En bij innovatiekrediet is het natuurlijk ook altijd leuk om te kijken van oké, wat voor bedrijven gaan daar nou mee aan de slag? Laten we eventjes kijken naar de volgende beelden. Heb je als ondernemer een briljant idee en zoek je financiering voor deze uitdagende innovatie met uitstekend marktperspectief? Dan is het innovatiekrediet misschien interessant voor jou. Het innovatiekrediet staat open voor bedrijven uit alle sectoren en voor alle soorten bedrijven. Of je nu een startend of langer bestaand bedrijf hebt en of je nu een klein, middelgroot of groot bedrijf hebt. Sinds 2008 zijn al bijna 300 projecten gefinancierd met het innovatiekrediet en ruim 630 miljoen euro is toegekend. Zo kon start-up Hyber dankzij het innovatiekrediet in 2018 hun eerste innovatieve satelliet lanceren in India. RVO heeft ons geholpen bij het financieren van de eerste twee satellieten. Met name het instrument van het innovatiekrediet, waarmee wij dus steun hebben gekregen om dit allemaal mogelijk te maken. En daarnaast hebben ze op zowel advies als subsidievlak nog verder advies gegeven. In de ontwikkelingsfase ben je als ondernemer druk bezig jouw innovatie werkend te krijgen. En is er vaak nog geen omzet. Hierdoor zien veel financiers het als een risicovolle investering en kan het lastig zijn om aan financiering te komen. Dankzij het innovatiekrediet wist softwarebedrijf WiseNotes de financiering voor hun project rond te krijgen. Voor ons was een innovatiekrediet heel erg prettig dat de overheid ons daarin wilde steunen. Omdat we bezig zijn met echt hele innovatieve technologie. En dat betekent dat we nog heel veel onderzoek en research moeten doen naar hoe dat gaat. Nou, vaak is dat lastiger om dat gefinancierd te krijgen uit de markt. En het is super fijn dat daar de overheid ons bij geholpen heeft. Ook voor insectenkwekerij Protix heeft het innovatiekrediet een cruciale rol gespeeld bij de financiering. We zijn met niets begonnen. En om uiteindelijk naar een investering als deze, wat meer dan 40 miljoen euro heeft gekost, te komen, moet je toch wel een financiële
basis door kunnen komen. Het kan niet alleen van banken komen, het kan niet alleen van investeerders komen. En dan zijn dit soort kredieten en financiële ondersteuningen zijn heel belangrijk om een technologie en een innovatie als deze van de grond te krijgen. Met het innovatiekrediet neemt de overheid een deel van het technisch risico voor haar rekening. Is je project succesvol, dan moet je het geleende bedrag terugbetalen. Met het geld dat door ondersteunende bedrijven wordt afgelost, kunnen weer nieuwe innovatieprojecten worden gefinancierd. Op die manier draagt het innovatiekrediet bij aan de innovatievermogen en de economische groei van Nederland. Ja, mooi om die beelden te zien en de bedrijven die erbij horen. Er komen ook al veel vragen binnen. We gaan die natuurlijk beantwoorden in de chat en ook straks hier in de uitzending. Misschien René nog eventjes kijken naar die criteria, want we zien dat daar ook best wel wat vragen over komen. Ja. Jij noemde al de aanwezigheid van die technische uitdaging, hè, die technische oplossing. Dat is een belangrijk criterium waarnaar gekeken wordt. Wat zijn dan nog andere belangrijke criteria die van toepassing zijn bij het innovatiekrediet? Ja, nou, je ziet hier een plaatje met een aantal criteria die sowieso gelden. Vervolgens hebben we een aantal criteria die echt te maken hebben met het project. Bijvoorbeeld de looptijd. Je mag een project niet langer dan 5 jaar laten bestaan. Met overigens nog wel een mogelijkheid om 2 jaar extra tijd te hebben voor certificeringstrajecten. Dus als je nog een certificering nodig hebt voor je product, dan kan je dat daar aan plakken. En dat mag ook binnen, als dat ook met kosten te maken heeft, mag dat ook binnen het innovatiekrediet plaatsvinden. Moet je dat vooraf al aangeven aan de start? Ja, dat is wel gebruikelijk, maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat je halverwege de ontwikkeling, bijvoorbeeld door veranderde wet en regelgeving, opeens te maken krijgt met dat jouw product ook gecertificeerd moet worden. En dan zijn we daar natuurlijk wel flexibel in. Je moet ook een meer dan gemiddeld marktperspectief hebben, hè, want dat is echt wel waar je het voor doet met je innovatie. Je bent geen MeToo bedrijf, hè. Je gaat niet dingen doen die anderen ook al doen, want dan stijg je niet meer boven de gemiddelde uit. Er moet ook noodzaak zijn, hè, want het gaat er wel over dat de overheid een rol moet hebben in de financiering, omdat de innovatie anders niet of vertraagd naar de markt zou komen. En dus die noodzaak die moet er ook zijn. En uiteraard moet het hele project gefinancierd zijn. Hè, dus het innovatiekrediet doet voor groot bedrijf 25% in de bijdrage voor de kosten. Voor middenbedrijf 35% en voor klein bedrijf 45%. En dus de meeste start-ups bijvoorbeeld die vallen wel onder die 45%. Maar dat betekent wel dat je nog 55% over hebt die gefinancierd moet worden. Ja, en dat willen we graag voordat het project in het innovatiekrediet terechtkomt, willen we dat die financiering rond is. Dat is dus een belangrijk punt. Ja. Dit zijn belangrijke criteria. En nogmaals, u kunt dat allemaal straks ook online terugvinden. Nou is het natuurlijk wel prettig als je al die criteria hebt, dat zijn er best wel een paar, dat je kunt testen, kunt toetsen, hoe zit ik nou in de wedstrijd? Ja. Kan ik hiervoor in aanmerking komen of niet? En daarvoor is een heel ander instrument en dat is de quickscan. Kun je daar wat meer over vertellen, over die quickscan? Ja, klopt. Die quickscan die is te vinden op de website van RVO, onder het innovatiekrediet en dan oriënteren. Daar kun je de quickscan vinden. Je kunt hem online invullen. Het duurt ongeveer 20 minuten. We vragen ook beknopt de vragen te beantwoorden. En we doen dat omdat het aanvraagtraject zelf behoorlijk intensief is. Er wordt veel informatie gevraagd. Er wordt veel documentatie gevraagd. En om ervoor te zorgen dat je dat niet allemaal voor niets aan het doen bent. Overigens is een positieve quickscan natuurlijk geen garantie op een succesvolle aanvraag. Maar als op bijvoorbeeld een klein criterium zoals de noodzaak uiteindelijk je hele aanvraag wordt afgewezen, is dat natuurlijk zonde als je dat niet vooraf te horen hebt gekregen. Dus vandaar dat we zeggen van ja, gebruik die quickscan ook om je project te toetsen aan de belangrijkste criteria van de regeling. Precies. En het begrijp ik het ook goed dat het niet de bedoeling is dat je hele uitgebreide plannen en documenten mee gaat sturen?
Nee, inderdaad. Want die quickscan geeft het al aan. Hè. Het is een snelle scan. En soms vullen ondernemers wel eens een quickscan in. En dan zeggen ze, zie bijlage A, pagina 35. Nou ja, dat soort dingen willen we dus liever niet zien. Het is er echt voor bedoeld om op basis van de korte antwoorden een goed beeld te krijgen van waar het project dan voor staat. Ja. Stel nou, ik ga die quickscan invullen en ik heb al die documenten netjes verzameld. Ik vul het in en dan komt een negatief advies uit die scan. Ja. Wat dan? Dan is er nog niet altijd een man overboord. Want nou ja, zoals ik al aangaf, ons team wat die quickscans behandelt, is zeer bedreven in het vinden van alternatieven. En eigenlijk ook bij een negatieve quickscan kunnen we meestal wel kijken of er alternatieve financieringsbronnen zijn, ofwel binnen ofwel buiten RVO, om zo'n project alsnog uit te kunnen voeren. Precies. Je hebt het in het begin al gezegd waar we hem kunnen vinden. Misschien goed ter herhaling, hè, voor van mensen, omdat ik toch denk dat u dit heel interessant vindt voor uw eigen situatie. Nogmaals de vraag, waar kunnen we hem vinden? Misschien heb je ook nog wel wat andere tips die kunnen helpen. Ja. Ja, je kunt het vinden bij rvo.nl onder het innovatiekrediet bij het kopje oriënteren. En ja, mijn tip aan iedereen die een ontwikkeltraject ingaat en daarbij twijfelt of het innovatiekrediet een rol zou kunnen spelen of niet, vul gewoon even die quickscan in, want het is niet veel werk. En nou ja, je weet daarna meteen of je project gefinancierd kan worden. Ofwel op een andere manier door onze kennis te gebruiken voor alternatieve financieringsbronnen. Precies. Belangrijke informatie. Eventjes los van al deze stappen en al deze instrumenten die er zijn. Waarom zou een ondernemer innovatiekrediet moeten aanvragen wat jou betreft? Waarom is dat interessant of kan dat interessant zijn? Ja, dat heeft ook een beetje te maken met de doelstelling van het innovatiekrediet. Hè, om innovaties versneld naar de markt te brengen. Want we horen ook heel vaak van bedrijven van, als je nou het innovatiekrediet niet had gekregen, wat had dat dan betekend? Had je het dan niet gedaan? Nou, dat is natuurlijk meestal niet zo, want bedrijven willen toch graag innovaties naar de markt brengen. Alleen, ja, zou het dan bijvoorbeeld 2 jaar langer duren? Nou, en dat is iets waar de overheid graag die versnelling in wil brengen. Het deelt ook in de risico's voor investeerders. Hè? Dus investeerders hoeven niet 100% te financieren, waardoor ze ook wat makkelijker en eerder geneigd zijn om mee te doen. Ja, en het zorgt er uiteindelijk dus ook voor dat je niet meteen aan het begin al je aandelen hoeft te verwateren. Ja, belangrijke punten. Dankjewel voor dit moment dat je dit wilde toelichten. Blijf gezellig bij ons aan tafel zitten. En ik kan me ook voorstellen dat u vragen heeft. En daarvoor blijft René zeker nog even bij ons om die straks te beantwoorden. Met uw goedkeuring gaan we nu eerst eventjes naar het proces rondom de aanvraag. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat eventjes te koppelen aan het eerste gedeelte wat René al heeft verteld. Dat gaan we met Elisabeth en met David bespreken, dat gedeelte. En dan stel ik voor dat we daarna dan ook gaan kijken naar de vragen die zijn binnengekomen, zodat we dat goed gebundeld kunnen combineren. David, misschien met jou beginnen. Kun jij vertellen wat er gebeurt als die aanvraag ook daadwerkelijk is ingediend? Zeker, volgens mij hebben we daar een mooi plaatje voor wat getoond kan worden. En als dat niet zo is, dan leg ik het natuurlijk uit. Er zijn allerlei formulieren die ingediend moeten worden en aanvullende stukken die aangeleverd moeten worden. Op basis van die stukken doet een projectadviseur die altijd samenwerkt met een collega een analyse op die aspecten die René al benoemde. En die analyse die resulteert in het interne stuk een nota waarin een advies staat omtrent wel of niet toekennen van een innovatiekrediet. En dat advies vanuit de adviseurs, dat gaat naar de adviescommissie toe. Je zag daar net al een kort filmpje over. Dat zijn externen die beoordelen op basis van papier ook de aanvraag. En dat advies van die adviescommissie en het advies van die adviseurs, dat gaat naar de fiateur toe. En dat is degene die uiteindelijk beslist of het innovatiekrediet wel of niet wordt toegekend. Dat is in kort het proces. Ja. Ook dit is een belangrijk plaatje waarin dus goed dat overzicht in ieder geval wordt getoond. We hebben zo meteen ook nog wat beelden van die adviescommissie, die externe zoals jij dat noemt, David. Het is natuurlijk leuk om daar ook even naar te kijken wie zijn die mensen of hoe gaat dat precies. Maar Elisabeth, als je dit zo ziet, is best een behoorlijke tijd die er dus overheen gaat. We zien enkele maanden zien we als doorlooptijd boven het plaatje staan. Dat is inderdaad wel het geval. Daar gaan toch al snel, denk 3... soms zelfs 4 maanden overheen. Dat komt
Ook omdat er nog wel een gelegenheid is. He, nadat de aanvraag is ingediend, dan gaan wij als team eerst de tweede projectadviseur stukken lezen. We hebben een gesprek met de ondernemer. En dan is er ook, ja, in dat gesprek wordt eigenlijk is de aanvraag volledig, staat alles erin, snappen we wat de innovatie is. En daarna is er dan ook op die punten waar we nog informatie missen voor onze analyse, is er gelegenheid om dat aan te vullen. Dus daar geven we dan 2 of 4 weken voor maximaal. Dus dat is er ook nog. En dan inderdaad, ja, al met al is het tot alle stappen gezet zijn, zijn we toch wel weer een paar maanden verder. Dus het is belangrijk om op tijd te beginnen. Ja, en ook voor het verwachtingspatroon is dit een belangrijke boodschap. Begrijp ik het goed dat als die adviescommissie bezig is met de beoordeling, dat er dan geen contact is met de aanvrager? Dat is bij het innovatiekrediet inderdaad niet zo. Zij doen een volkomen objectief oordeel, zal ik maar zeggen, op basis van de stukken die er liggen. Dus dat is ook wel van belang om die stukken inderdaad zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Praten we zo meteen over verder. Laten we eerst even kijken naar wat beelden van die adviescommissie. Van hoe gaat het nou precies en wie zijn die mensen? Mijn achtergrond is opleiding werkgebouw aan het TU Delft. Wat ik doe is, ik ben manager van technische productontwikkeling. En dan moet je denken aan multidisciplinaire complexe technologie. Vanuit mijn praktische ervaring in complexe technische projecten kijk ik vooral naar de technische plannen, de risico's, het projectteam. Probeer ik een oordeel te vormen of dit project door dit team haalbaar is. De adviescommissie geeft advies aan het eind van het traject. En dat traject, ondernemer die doet zijn aanvraag bij de RVO, en in het RVO is een behandelteam wat het plan bestudeert en interviews heeft met de onderneming en op basis van al die informatie een advies opstelt. En dat advies wordt voorgelegd met alle onderbouwde stukken van de ondernemer zelf aan de adviescommissie. En die stukken bestuderen wij en dan in gesprek met de mensen van RVO, het behandelteam, bespreken wij de aanvraag en dan kijken wij naar een aantal gedefinieerde criteria. Nou, wij zijn kritische lezers van het plan en we beoordelen die plannen op verschillende aspecten. Bijvoorbeeld nieuwheid. Het moet niet een vernieuwing zijn en niet een doorontwikkeling. De financiering die moet goed op orde zijn, ook mocht het plan een vertraging oplopen. Het plan moet helder zijn en de risico's die er zijn, die moeten aangepakt kunnen worden zonder dat het een roekeloos project blijkt te zijn. Wij hebben natuurlijk verschillende achtergronden, dus je kunt naar al die criteria op verschillende manieren kijken. Dus we hebben soms daar wel echt discussie over. Innovatieprojecten kennen inherent risico's. Innovatieprojecten mislukken vaak. En dat is niet erg. Het is de bedoeling dat de onderneming de risico's goed op het vizier heeft en op een verstandige manier afbouwt. En dat op een heldere manier in zijn plannen heeft verwerkt. Want dan kunnen wij oordelen of de kans groot is dat dit project dan toch gaat slagen. Guus Lambrechts is dat. Goed om hem eens te zien. Dat is natuurlijk maar een van die externen, zoals David dat zo mooi noemde, die in die adviescommissie zit. Misschien goed, David, om eventjes te kijken naar de beoordeling van zo'n aanvraag. Waar wordt dan nou precies naar gekeken? Er zijn een aantal onderdelen die wij beoordelen. Hier is er eentje van genoemd. Dat is het businessplan. En in dat businessplan willen we heel duidelijk zien wat is nou precies het product of dienst wat je tracht te ontwikkelen. En hoe verhoudt zich dat tot eventuele concurrenten? En waarom kun je die concurrenten verslaan? Hè? Wat is het unieke? Het unique selling point van het product of dienst ten opzichte van de concurrentie, zoals hij zo mooi in staat. Nou, uiteraard willen we dan graag zien wat je afzetmarkt is. Is die goed in beeld gebracht? Zijn er aannames die gemaakt zijn onderbouwd? Het liefst ook vanuit externe bronnen. Wat is je verdienmodel?
Wat is het prijskaartje wat eraan hangt? Hoe is dat gecalculeerd? Blijft er voldoende marge over? Kortom, voorzien wij een succes voor het product of dienst wat ontwikkeld wordt? Precies, daarin is ook belangrijk de achtergrond van het team, hè? En allemaal dat soort informatie. Daar wordt ook naar gekeken, begreep ik, hè? Uiteraard zijn alle disciplines die nodig zijn om dat product of dienst te ontwikkelen reeds aanwezig. Of worden die extern ingehuurd? Zijn er vacatures die openstaan? Wat is het track record van de mensen die aan het product of dienst werken? Dat is van groot belang. Precies, dus dit is het businessplan. Dat is dus een van die elementen waarnaar gekeken wordt als die aanvraag wordt beoordeeld. Maar een ander element wat ook belangrijk is, dat is het projectplan. Laten we daar ook eens eventjes naar kijken, Elisabeth. Want waar moet nou zo'n projectplan, zo'n goed projectplan aan voldoen? Een goed projectplan, dat wordt... ik zie dat nu even de... Kijk, daar het projectplan. Is die weer. Ja. Dat wordt vaak toch specifiek voor het innovatiekrediet geschreven. En het is dan inderdaad belangrijk dat met... Daar hoort ook een projectbegroting bij eigenlijk. Hè. Daar hebben we een format, wat op onze website. En dat format in dat projectplan helder wordt uitgelegd. Dus dat is opgedeeld in periodes die afgesloten worden met een milestone. En dat duidelijk is in dat hele projectplan. Wie doet wat in elke periode? Wat moet er bereikt zijn aan het einde van die periode? Welke risico's spelen er op dat moment? Wat zijn de belangrijkste risico's en hoe worden die gemitigeerd? En dat willen we dan graag in dat projectplan zien. En natuurlijk het startpunt is die proof of principle. Dat kan dan in technisch een soort dat houtje-touwtje model wat René net noemde. Of een dierenproef. Bijvoorbeeld bij klinische projecten. En ik begrijp ook dat, hè, dat hoop je natuurlijk niet, maar mocht het project nou niet slagen, dat je alvast omschrijft van oké, wat gebeurt er dan in die fase? Nou, mocht het... Je bedoelt in het projectplan. Ja, precies. Als het nou niet, stel dat het nou niet lukt, is het natuurlijk goed om daar ook wel een voorschot op te nemen in dat plan. Van als deze situatie zich voordoet, dan handelen we zo. Nou, het is dat heeft meer dan betrekking op hoe je de milestones formuleert. En dat heel erg duidelijk is wat er minimaal nodig is om je succes te garanderen. Zodat als je aan het einde komt als je deze definities, criteria behaalt van het product, zeg maar, dan heb je een soort minimale recept voor succes. En als je dat niet behaalt, dan is het project inderdaad gefaald. En dan kan je dus inderdaad ook een ontheffing van terugbetaling aanvragen, zoals wij dat noemen. Wellicht voor u als ondernemer, misschien logische zaken, maar businessplan dus belangrijk, projectplan belangrijk. En u zag hem ook al eventjes voorbij komen. Het financieringsplan, ook een belangrijk element. David, wat zijn nou belangrijke elementen van dat financieringsplan? Nou, wat belangrijk om te weten is dat wij het technische risico accepteren, maar niet het financiële risico. Het innovatiekrediet financiert niet het gehele project, afhankelijk van de omvang van de onderneming 25 tot 45, bij samenwerking zelfs 50%. Dus het overige gedeelte dat dient beschikbaar te zijn of te komen gedurende het project. En dat moet aannemelijk gemaakt worden. Kijk, het is het meest aannemelijk als het gedeelte van eigen inbreng op de rekening staat. Nou, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dus het kan zijn dat je een toezegging van een investeerder hebt. Of een bankkrediet wat nog beschikbaar is om dat eigen aandeel te financieren. Dat moet op voorhand vastgesteld worden. De cijfertjes moeten kloppen. Dus wat je laat zien in het financieringsplan is je verlies- en winstrekening, je liquiditeitsbegroting en ook een projectie van je balans gedurende het project en dan op kwartaalbasis en daarna in de commercialisatiefase op jaarbasis. We hebben overigens daar een heel mooi format ook voor beschikbaar op de website, een Excel, dus zeker voor de financials goed te gebruiken. En naast het feit dat de cijfertjes moeten kloppen, de optelsom noem ik het maar, moet ook de onderbouwing daarvan, hoe kom je daar nu bij goed zijn? Het is leuk dat 5 plus 5 10 is, maar hoe kom je nou aan die 10 producten die mogelijk verkocht worden? Is dat aannemelijk? Ja, dat is helder. Dat moet dus gewoon kloppen. Ik kan me ook goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, we hadden het daarnet al eventjes over met René, over die cofinanciering. Die moet eigenlijk ook rond zijn, hè, voordat je in ieder geval een beroep doet op het innovatiekrediet. Er zijn misschien mensen die zeggen, is dat niet tegenstrijdig, hè, dat cofinancieringsgedeelte ook al bijna eigenlijk helemaal rond moet zijn?
Wat zou je daar op zeggen, op die reactie? Nou, je gebruikte terecht het woord bijna rond zijn. Wij durven best als eerste de stap te nemen om een innovatiekrediet toe te kennen met, nou ja, mogelijk een opschortende of aanvullende voorwaarden. Dat er bijvoorbeeld ook nog een bankkrediet komt. Hè, of dat de aandeelhouders comfort geven. Die zeggen toe dat ze na toekenning van een innovatiekrediet ook nog bedrag X ter beschikking stellen. Exact. En misschien kunnen we ook nog eventjes kijken naar het overzicht wat we hiervoor hebben gezet. Want hier komen eigenlijk al die zaken die we net hebben genoemd, komen hier nog een keer in terug. Die verschillende plannen. Elisabeth, heb jij hier misschien nog dingetjes op aan te vullen? Of wil je misschien nog dingetjes uitlichten die van belang zijn? Nou, wat misschien wel inderdaad goed is om te weten, wat David noemde al net, de toekenning onder opschortende voorwaarden. Dus dat helpt dan om inderdaad die financiers over de streep te trekken. En er is één zekerheid die wij vestigen wat ook een voorwaarde is voor die verlening. En dat is pandrecht. Dus wij willen pandrecht vestigen op de onderliggende IP die nodig is voor het project. En alles wat er inderdaad gedurende het project verder wordt gerealiseerd materiële en immateriële activa. En dat, dat is in ieder geval goed om te weten. En wat ook altijd als het over krediet gaat gevraagd wordt, is er een maximaal budget wat toegekend kan worden. Hoe zit dat? Zijn daar ook regels voor? Per project. Ja. En dat is René ook al noemde, voor technische projecten 10 miljoen. Maximaal budget voor klinische projecten 5 miljoen. We hebben per jaar, denk de afgelopen 10 jaar, steeds een budget gehad van 60 miljoen om weg te zetten. En het is vaak 50-50 verdeeld dan over die beide soorten projecten. Bij klinische projecten hebben we dat een... het was vaak hetzelfde bedrag, zal ik zeggen. In het begin was het 5 miljoen voor alle projecten. Op een gegeven moment is het verhoogd, omdat we toch ook echt hele grote projecten mogelijk wilden maken. En op een gegeven moment hebben we het voor klinische dan weer wat verlaagd, omdat er zoveel aanvragen kwamen. En dan met 10 miljoen gewoon eigenlijk, ja, we te weinig projecten konden ondersteunen. En op deze manier kunnen we dan toch nog wat nuttigs doen en meer bedrijven inderdaad... Precies. Helpen. Is ook een van de vragen die u heeft gesteld. Hè? Waarom is er een verschil inderdaad tussen die budgetten bij die twee zaken? Ook nog een vraag over of er nog budget beschikbaar is op dit moment. Hebben jullie daar zicht op? Er is zeker nog budget beschikbaar. Voor technische projecten is ruim budget beschikbaar. Voor klinische hebben we ondertussen wel al iets meer dan de helft van het budget weggezet. Maar ik zou desalniettemin iedereen willen aanmoedigen om nog projecten in te dienen of in ieder geval quickscans. Soms is het dan ook wel mogelijk dat het budget wordt verhoogd als er inderdaad nog heel veel projecten... Ja, als er anders hele mooie projecten op de plank blijven liggen. Dus dat zou zonde zijn. David, heb jij nog een tip? We hebben nu veel zaken gezien. Zou je ter afsluiting van dit blokje nog iets willen meegeven? Zeker. Ik denk dat in die verhalen die wij lezen, het van belang is dat je heel concreet bent. Het moet geen verkoopbrochure zijn, niet alleen marketing en sales praat, maar benoem ook de risico's die je ziet in het project en of in het bedrijf. En geef vervolgens ook aan wat die mitiganten van die risico's zijn. En daarnaast, als je verhaal geschreven hebt, denk ik dat het altijd goed is dat iemand nog eens naleest voordat je het indient bij RVO. Okay. Goede tip, dank daarvoor. Elisabeth, wil je nog iets aanvullen waarvan je zegt, dat heb ik misschien al gezegd, maar wil ik nog een keer onderstrepen? Of heb ik nog niet gezegd en is wel belangrijk? Nou, het beknopt en concreet. En ik denk belangrijk dat de ondernemer op papier zet wat hij of zij graag wil doen. Zonder, ja, niet naar ons toeschrijven of zo. Want het is toch gewoon het beste om het zo op te schrijven zoals het past voor de onderneming. Okay. En dan kijken we hoe we daar een mouw aan passen. We gaan praten over het beheerproces van het innovatiekrediet. Elisabeth, het beheerproces, daar gaan we het over hebben. Wat gebeurt er nou als krediet is toegekend? Dan
Als het krediet is toegekend, dan is de verlening uitgestuurd. Daar staan opschortende voorwaarden in. Nou, zodra die opschortende voorwaarden dan zijn voldaan, kunnen we een eerste voorschot uitbetalen. En gaat de onderneming, is soms al gewoon toch al begonnen volgens het plan. En dan hebben we eigenlijk een heel, het beheerproces. De onderneming die rapporteert als ze hun dan de eerste periode hebben afgesloten over wat ze hebben gedaan, of de milestone is behaald of niet. En als de milestone is behaald en de volgende periode is ook weer gefinancierd, dan gaat de bevoorschotting weer verder. Dat gaat steeds zo op milestone basis, zal ik maar zeggen. Dus er is rapportage. Wordt de ondernemer ook bezocht? Wij hebben in de coronatijd kon dat dan helaas wat minder, maar inderdaad, ik denk toch zeker één keer per jaar komen we bij ondernemer op bezoek. En dat is ook, dat geeft een zoveel beter beeld van wat er gaande is en hoe het vordert en wat er precies gedaan wordt. En ik hoorde je ook praten over de uitbetaling. Is dat in één keer alles of wordt dat in periodes gedaan? Dat gaat steeds, wij bevoorschotten op kwartaalbasis, dus het krediet wordt dan vrijgegeven voor die ontwikkelperiode. En dan ieder kwartaal, in de eerste twee weken van januari, april, juli en oktober wordt dan het krediet uitbetaald. Ja, daarvan hebben we net al die prachtige plannen gezien en ook jullie tips gehoord, hè, hoe je die plannen zo goed mogelijk en effectief mogelijk kunt opstellen. Verloopt nou, hè, je kunt dat denk ik aangeven, want je hebt al wat ervaring op dit gebied. Verloopt een project altijd volgens dat plan? Dat verloopt altijd niet volgens plan, Tom. Dus er wordt een inschatting gemaakt van tijd, van kosten, mensen die bezig zijn met het project. Maar dat loopt altijd anders. Alleen wij willen partner zijn. Dus wij willen niet tussentijds een stekker eruit trekken. Het is ook ons doel met producten succesvol op de markt te brengen. Dus daarom is het van belang dat die ondernemer ons tijdig informeert op het moment dat er afwijkingen zijn. En mogelijk kunnen wij helpen, die projectduur kan verlengd worden. In sommige gevallen wordt het krediet ook nog verhoogd. Dus wij willen tussentijds zeker niet afhaken. Wij willen meedenken met die ondernemer en er samen voor zorgen dat het innovatiekrediet een succes wordt. Precies, dus dat is wel goed dat je dat zegt. Dus heb je te maken met vertraging, met meer kosten, met misschien wel wijziging van plannen. Communiceer het vooral. Heel belangrijk, ja. En niet achteraf, maar zodra dat je constateert, het gaat niet meer volgens plan, neem contact op. Hè. Die projectadviseur die bezig is geweest met je aanvraag is vaak ook degene die het project beheert. Hè. Dus er is al contact, je kunt diegene bellen of mailen. Ik denk dat we over het algemeen goed bereikbaar zijn. En stem gezamenlijk af wat je kunt doen. En dan, Elisabeth, dan is het project op een gegeven moment ook afgerond. Wat gebeurt er dan? Op het einde, dan is natuurlijk de eindrapportage. En rapporteert de ondernemer dan ook of de milestone is gehaald of dat het project gefaald is om enige reden. Dat weten we dan waarschijnlijk toch al wel wat eerder. In het geval dat het dus gefaald is, dan kan inderdaad die ontheffing van terugbetaling verleend worden. Want het is een krediet in de vorm van een subsidie. Als het succesvol is, dan wordt het krediet vastgesteld. En dan gaan we een aflosschema ook in overleg met de ondernemer vaststellen. En gebaseerd op waar hij op dat moment staat en de prognose in de omzetten. En dan begint wat wij de commerciële fase noemen. Ja, daar heb ik zo meteen een vraag over aan David. Eerst misschien nog even kijken naar het laatste punt op deze slide over die vernieuwde rentepercentages. Wat zou je daar nog over willen of kunnen zeggen? Het staat hier natuurlijk op, dus misschien spreekt het wel voor zich. Wil je er nog iets bij aanvullen? Het is natuurlijk wel een grote verandering sinds begin dit jaar. Wij zagen dat bij veel projecten die vertraging hebben. En dat is toch wel, ik zou zeggen, 90% van de projecten die hebben dat wel. En dan niet alleen maar in de projectfase, maar vaak ook in de aflosfase. En dan was de rente, die was 7% voor technische projecten, 10% voor klinische projecten. En dat is rente op rente, dus dat kon enorm uit de klauwen lopen. En
dat maakte, ja, dat werd dan toch ook een beetje een blok aan het been. En wij hebben geprobeerd met dit nieuwe systeem om iets meer balans te brengen, omdat juist de bedrijven die dan heel succesvol zijn en vroeg aflossen, dus eigenlijk heel weinig bijdragen aan de, nauwelijks rente betalen, zal ik maar zeggen, terwijl zij heel succesvol zijn. Terwijl dan eigenlijk de bedrijven die een beetje tegenslag hadden, dan een enorm bedrag daarin moeten betalen. Met deze systematiek is dat wat meer in evenwicht gebracht. Dat is dus de rente is 3% en dan is er een opslag op de hoofdstom die moet worden betaald. Dan David, die commercialisatiefase. Hoe wordt nou bepaald hoe het aflossingsschema er daaruit ziet? Nou, bij het toekennen van het innovatiekrediet wordt er al een aflossingsschema opgesteld. Alleen ja, dat is natuurlijk ver voordat het project geëindigd is. Hè. Het project mag 5 jaar duren. Dus de wereld, maar waarschijnlijk ook de cijfers voor betreffende onderneming, die zien er toch wat anders uit. Dus tijdens die vaststelling van het krediet, waar Elisabeth het net over had, is het van belang dat cijfers geactualiseerd worden. Dus we willen nieuwe exploitatie- en liquiditeitscijfers. En ik zeg dan altijd, ja, maak die sensitief. Dus wij kunnen fantastische hockeysticks ontvangen, maar daar word je vervolgens qua aflossingsstructuur aan opgehangen. Dus dat moet je niet doen. Je moet ervoor zorgen dat die exploitatieprognose en liquiditeitsprognose realistisch zijn, zodat we daar die aflossing op kunnen structureren. Dat doe je in onderling overleg. En op basis van de bruto marge, de cashflow die gegenereerd gaat worden, dient ook het innovatiekrediet afgelost te worden. Helder. Veel vragen zijn er binnengekomen. Laten we daar in de komende minuten naar kijken. Want er zitten veel verschillende vragen tussen die eigenlijk alle fases die we hebben besproken beslaan. Eerst eventjes een punt, René. Dat is ook een vraag waarvan ik me kan voorstellen dat die vaak gesteld wordt. Ja, maar dit is niet de enige subsidie. Er zijn nog meer subsidies. Er zijn provinciale subsidies, stedelijke subsidies, noem maar op. Hoe zit het met combinatie van subsidies met het innovatiekrediet? Kan dat? Ja, nou, Elisabeth noemde het net al even. Het innovatiekrediet is een subsidie in de vorm van een krediet. Wat we daarmee bedoelen is dat de regeling zelf valt onder het brede kaderbesluit van subsidies. En een gevolg daarvan is dat je dus het innovatiekrediet niet mag stapelen met andere subsidies. En dus op het moment dat er andere subsidies in beeld komen, en dat kunnen inderdaad, dat kan landelijk zijn, maar dat kan ook Europees zijn, provinciaal, noem maar op. Als het een subsidie is, dan heb je te maken met de spelregels van het stapelen. En dat betekent bijvoorbeeld, als je 45% innovatiekrediet zou krijgen, maar je krijgt vanuit de provincie voor hetzelfde project, want daar gaat het dan om, bijvoorbeeld 25% subsidie, dan kun je in principe maar maximaal 20% van de projectkosten in het innovatiekrediet stoppen. Want die 20 plus die 25 van de provincie is dan weer 45. En dat is dan het maximum wat het innovatiekrediet aanhoudt, ten alle tijden. Belangrijk punt. Goed om dat in de gaten te houden, want daar gelden dus ook spelregels voor. Laat ik eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Veel vragen, dank daarvoor. We doen ons best om in de resterende minuten zoveel mogelijk vragen in ieder geval te beantwoorden aan u. Kunnen jullie een voorbeeld geven van een geschikt samenwerkingsverband voor een innovatiekrediet? Moet dit bijvoorbeeld voor alle partijen leiden tot innovatie? Of is uitbesteding aan een derde partij ook geldig? Elisabeth. Uitbesteding, dat geldt niet als samenwerking. Dat, in alle projecten zit eigenlijk heel veel uitbesteding. Dat is gewoon contractwerk en dat valt onder de projectkosten. Maar dat geldt niet als samenwerking. Wij zien heel af en toe wel samenwerkingsprojecten met een universiteit. En in dat geval kan inderdaad wordt het krediet wat verhoogd. Kan je 50% van de projectkosten krijgen, omdat dan eigenlijk de redenering is dat de projectbegroting bij ons een beetje kleiner is, omdat een deel van het onderzoek bij de universiteit wordt uitgevoerd. Maar het probleem daarmee is natuurlijk dat die universiteit dan ook financiering moet zien te vinden voor dat deel.
En dat is dan soms wat lastig. Dus daarom zien we daar niet zo heel veel projecten in. Oké, andere vraag. Voor een toekenning van het innovatiekrediet is private matching nodig. Maar aan de andere kant, zegt de vraagsteller, wordt ook gezegd dat het innovatiekrediet niet nodig is wanneer privaat kapitaal aanwezig is. Dit lijkt mij een lastig kip-ei verhaal. Hoe wordt de keuze van wel of niet toekenning hierop gebaseerd? David, mag ik die vraag? Wil jij die beantwoorden? Ja, hoor, is ook goed. Ja. Okay. Nou, laten we zeggen dat René een aftrap doet, en dan kijken we dan wat er nog over is, wat jij kunt aanvullen. En anders heb ik zo meteen nog een andere vraag voor je, hoor. Ja. Kijk, dat noodzaakcriterium is altijd een lastige, hè? Want er zijn ook vaak wel vermogende investeerders in beeld en die zouden in principe alles kunnen financieren. Maar de vraag is of ze dat ook echt willen. Daarnaast kun je natuurlijk als bedrijf ook nog wel een reservering maken in bijvoorbeeld de eigen middelen die je hebt, die je achter de hand wil houden voor het commerciële traject. Want ja, je kunt wel het project afgerond hebben, maar als je daarna geen geld meer hebt om het commerciële traject te financieren, dan stokt het daar ook. Dus dat is ook iets wat we natuurlijk in de gaten houden. Dus het is een criterium wat we bekijken. Het is ook nodig, hè, dat er noodzaak is, maar dat ligt niet zo zwart-wit dat als er iets meer middelen zijn, dat we daarop gaan korten. Andere vraag voor jou dan, David. Ik heb een vraag over het financiële format, over de rente en de aflossing van het innovatiekrediet gedurende de project en ook de commercialisatiefase. Deze worden toch pas bepaald na afloop van de projectfase, vraagteken. Hoe moeten we dit meenemen in het financiële format? Kun jij daar iets over zeggen? Zeker. Je betaalt dus geen rente gedurende het project. Nou, dat geldt ook voor de aflossing. Dus die rentebetaling en die opslag en dus de aflossing, die moeten gestructureerd worden in de jaren dat het product vercommercialiseerd wordt. Mm. Dus je maakt een projectie, nou ja, op kwartaalbasis voor die projectfase. En na die projectfase, op het moment dat je commercialiseert, ga je op jaarbasis ook een inschatting maken van je omzet, bruto winstmarge, kosten. En vervolgens, nou ja, wat blijft er een cashflow over om rente en aflossing te structureren. En heel grofweg, de maximale termijn waarin afgelost mag worden is 10 jaar. Maar als de exploitatie daartoe ruimte geeft, dient er eerder afgelost te worden. Die aflossing die structureer je op maand of op kwartaal basis. En dat geldt ook voor de rente. Andere vraag voor jou, René. Is innovatiekrediet voor klinische projecten beperkt tot in-human trials? En zitten er beperkingen aan de locatie waar de klinische studies plaatsvinden? Qua land of misschien wel qua continent? Ja, klinische projecten zijn inderdaad beperkt tot in-human klinische trials. Als het dierproeven zijn bijvoorbeeld, dan is dat ofwel de fase voor de klinische trials. Dan valt het buiten de scope van het innovatiekrediet. Als het in human is, hè, dan zijn er klinische trials die door het innovatiekrediet worden gefinancierd. Waar die trials plaatsvinden, dat maakt het innovatiekrediet niet veel uit. Hè, dus dat mag ook in het buitenland zijn. Als daar bijvoorbeeld specifieke patiëntgroepen zijn die daar meer vertegenwoordigd zijn dan in Nederland. Want ja, Nederland is in dat opzicht natuurlijk ook maar een klein land. En je hebt meer volumes nodig, bijvoorbeeld, die je in Amerika wel kan realiseren, dan kun je ook daar je trials organiseren. Er zijn nog veel meer vragen, maar helaas is de tijd voor dit moment bijna op. Dat wil niet zeggen dat we uw vraag niet gaan beantwoorden. We laten zo meteen de chat nog even openstaan, zodat u in ieder geval uw vraag daar nog een keer extra onder de aandacht kunt brengen. En we zorgen ervoor ook dat de vragen die binnen zijn gekomen, dat die in ieder geval beantwoord gaan worden. Dank tot dusverre voor al uw goede vragen. En we hopen dat in ieder geval de beantwoording duidelijk is, mocht dat niet zo zijn. Uiteraard horen we dat dan ook graag. Misschien goed, we hebben zo ontzettend veel besproken om toch nog even tot slot te kijken naar wat belangrijke punten. U kunt dit webinar straks ook allemaal terugkijken, dus u kunt het stap voor stap nog een keer op uw gemak op een gewenst tijdstip terughalen allemaal. Maar dit zijn wat ons betreft belangrijke zaken die wij u nog een keer zouden willen meegeven. De aanvraag, dat is natuurlijk belangrijk, is een zorgvuldig proces. Altijd het advies daarbij is begin op tijd. Dat is een advies dat telkens gegeven wordt.
Dan in de beheerfase is de uitvoering van het project natuurlijk belangrijk. Zorg voor wat flexibiliteit en zorg ook vooral natuurlijk voor de aandachtspunten die door de sprekers gegeven zijn. Bij de commercialisatiefase, start van het aflossen, is natuurlijk belangrijk dat dat conform de afspraken gebeurt. U heeft ook gehoord wat andere aandachtspunten daarin zijn. Die informatie gaan we ook nog een keer online allemaal zetten. Sterker nog, die staat er al en die kunt u daar ook vinden. En dan misschien wel, u ziet hem onderaan staan, de belangrijkste, doe die quickscan. Ook als daar een negatief advies uitkomt, wil dat nog niet zeggen dat u dan niet voor een aanmerking komt. De mensen van RVO zitten dan zeker bij u klaar om u verder te helpen. Misschien zijn er wel andere oplossingen denkbaar. En hetzelfde geldt natuurlijk ook als u een positieve uitslag geeft. Is niet meteen een garantie, maar geeft u in ieder geval wel een goede indicatie. Hebben jullie nog iets aan te vullen? Tot slot. Kijk even naar de rondvraag. René, Elisabeth? Nou, misschien, ik had recent een mooi technisch bedrijf die hun krediet hebben afgelost. En bij de eindevaluatiegesprek vertelde zij hoezeer het krediet had geholpen. Ze waren door hun aandeelhouders, hadden gezegd, joh, als jullie nou geld geen probleem was, wat zou je dan willen ontwikkelen? En op basis daarvan hadden ze dit projectplan ontwikkeld. Maar de financiers die vonden dat gewoon te groot en te risicovol om dat helemaal te ondersteunen. En daarin heeft het IK dan inderdaad kunnen helpen om dit project toch van de grond te krijgen. En dat vond ik wel een inspirerend verhaal. Dus misschien nog voor anderen. Mooi voorbeeld. Ik wil jullie danken dat jullie hier waren in de studio. David, heel fijn dat je ook op afstand bij ons was. Dank je wel voor jouw bijdrage aan het webinar. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard terecht via de chats of neem contact met onze collega's op. Ik dank u heel hartelijk in ieder geval voor uw bijdrage aan dit webinar. Zoals gezegd, de chat blijft nog eventjes openstaan voor uw vragen en opmerkingen. Ik wens u een fijne dag, succes met ondernemen en heel graag tot de volgende keer. Thank you.